Yo mensen, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Vandaag ben ik hier weer in Toverland en deze vlog wordt een klein beetje anders als wat jullie gewend zijn. Maar ja, ik doe natuurlijk wel gewoon mijn vlog, maar ja, ik ga het een beetje anders doen, want voor, als wij voor een attractie staan, na een attractie, dan, ja, dan ga ik even qua informatie. Dus ja, ik zou zeggen, we gaan lopen naar de eerste attractie. En de eerste attractie, dat wordt natuurlijk Expedition Zorg, want hij is natuurlijk gewoon veranderd, hij is nieuw geworden. Het ziet er beter uit, de decoratie is gewoon veel mooier. Wesley heeft hem al gezien, ik nog niet. Ik heb wel wat films gezien op YouTube, maar ja, daar maak ik het. Is leuk hoor. Ja? Ja? Nou, ik zou zeggen, we gaan hem doen. En, we gaan kijken of we ook stiekem kunnen filmen, maar dat kunnen we natuurlijk niet zeggen. Dus nee. Mocht hij stiekem kunnen filmen, dan zullen jullie dat natuurlijk zien. Ja. Mocht het niet zo zijn, ja, dan krijgen jullie dat natuurlijk ook gewoon te zien. Ja, dan krijgen jullie dat te horen van hoe en wat. Dus ja, ik zou zeggen, we lopen nou naartoe en ik zie jullie. En hopelijk in Expedition Zorg en zo niet, dan, ja, dan geef ik wel informatie erover. Dus tot zo. Oké mensen, we staan nu bij Expedition Zorg en ik moet zeggen, hij is nog officieel geopend. En ik moet zeggen, hij ziet er echt fucking vet uit. En ja, laat ik even hier staan. Dat was voorheen ook al, maar kijk, hier als er even als er een val... Dus, kijk, als er nu iemand aankomt, dan word je hier zeik staan. En zeik is nat. Ja. Dus ja, Wesley had dan zo'n idee om dat te doen. Straks hier te gaan staan en dan... Ja, dat. Dus waarschijnlijk is het echt gewoon... Ja, ik had dan straks het idee om dan gewoon hier te gaan staan. En dan even de tas even hier op tafel te leggen. En dan gewoon ons even lekker filmen. Dat wij dan zeiken nat worden door dat water. Ja. Dat leek me wel een goed idee, dus ja, dan gaan we straks kijken. Wacht, kan dit? Kan dit? Nee, we kunnen hem niet draaien. Dat weet je dan niet meer. Ja? Ja. Oké mensen, zoals jullie zien ben ik zeik en zeik nat. Nou, over Expedition Zorg. Expedition Zorg vind ik sinds echt een hele lange tijd leuk. Sinds het al ontstaat vind ik het echt super leuk. Kijk, maar nu is het gewoon, het is nieuwer. Het is een leuke, want nou wil je ook gewoon zeik en zeik snap bij die film. Helaas konden we nu niet filmen, maar nee, waarschijnlijk een van de volgende keren als gewoon een Toverland vlog maakt, dan kunnen jullie wel met ons meekijken. Ja. Dus, ja, in dat tunneltje, als je in de richting dat tunneltje gaat, daar hoor je ook nog oude muziek van. Toen heette het nog de backstroke en nu is het echt de zorg. Jouw haar is gewoon zo nat, gast, lijkt net of je uit fucking je bed komt. Ja, dat weet ik. Geweldig. Ja, dat weet ik. Maar goed, echt dit is een zorg. Leuke toevoeging. Echt, en deze staat nummer 1 op mijn lijstje. Echt. Door naar nummer 2. Oké mensen, we zijn weer terug. We zijn net in de trooi geweest. Het was een beetje pijnlijk, maar goed. Ja, Troy, echt een superbaantje, echt heerlijk. Is pas geleden ook jarig geweest, is 15 jaar geworden. Wordt over 5 jaar 20. Dus ja, ik vind het wel mooi. En Wesley is er ook weer. En zoals jullie zien is mijn haar zo goed als droog. En alles is eigenlijk gewoon zo goed als droog. Ja, we lopen nu naar de Phoenix. Na de Phoenix lopen we naar die bootjes binnen. Probeer ik hem in te filmen. De bodemglijbaan inderdaad, ik probeer erin te filmen. En ja, ik hoop dat jullie dit een beetje een leuke vlog vinden. Ik probeer hem zo lang mogelijk te maken, want ja, vlogs van mij worden in het algemeen goed bekeken. En deze kant. En dat wil ik jullie ook echt super erg waarderen en daar ben ik jullie ook echt dankbaar voor. En ja, ik zou zeggen, laten we gewoon naar Phoenix gaan. En, ja, misschien dat die Phoenix wel online komt. Dus ja, ik zou zeggen, blijf kijken. Het wordt echt leuk. Oké mensen, we zitten hier nu bij de duikshow. We hebben even lekker wat nachos gehaald. En Wesley is er ook weer. Ja, oh ja. Hij heeft ook weer nachos. En ja, ik moet zeggen, we hebben echt wel een goed plekje hoor. En ja, ik ga dit proberen om deze hele tijd te filmen. Dus ja, ik zou zeggen, blijf zeker weten kijken. Dus ja, ik zie jullie bij de duikshow. Tot later.
wat je vol rijkdom de zee brengt en de zee neemt. Al jaar en dag spoelen hier verschillende spullen aan. Oude flessen met toverstaffen, maar ook vele kostbaarheden. Al deze spullen worden verzameld, gecontroleerd en opgeslagen in het magiezijn. Gecontroleerd, dat is zeer belangrijk. Het wil namelijk nog wel eens voorkomen dat er iets aanspoelt wat minder goede magie bevat. Sok aan. Hoppa! Oh, wat? Zit gewoon een zwembad onder, hè? Yeah! Dit is wel zo'n commentaar achteraf, hè? Ja. Oh, joh, dat is echt vet. Dank je. Dat ging bijna fout. Ja. Ja! Wow. Oké, dat was wat. Wil je naar mij kijken of wil je dat kijken? Oké, dat was wat. Wat is dit nou weer? Wat is dat? Beste lezer, avonturier, gelukvinder. Wie de parel in den hoogste mast plaatst en hier van een dodemansduik weet te maken van 25 meter hoogte, bewijst moed, kracht en doorzettingsvermogen. Hij of zij zal hierna benoemd worden tot kapitein van het parelschip. Vind je kracht, moed en eigen magie. Discover your own magic. Van de reclame. So, whoever places the pearl in the highest mast and dives will be the new captain of the ship. Maar waar kan die parel zijn? Kapitein. Yeah, where's that pearl? Jullie geloven dat toch niet echt, hè? Wauw, jongens, kijk dan, de parel! Wauw. Zo, we vonden het vandaag voor staan links klaar. Dave, Marion, pakken jullie die parel maar. Ik doe het wel!
helemaal dik. Ja, of niet? Dadelijk wel, ja, van die wel. Ja,
Wat dat ik niet kan inzoomen. Niemand krijgt ons ooit nog versteekt! Niemand! Batman! Pak die parel! Wow, die rook! Ja, dat is wel dik hoor. Batman! Die is toch goed in brand? Ja, dat lijkt me warm jongen met de weer omhoog. Ja. Meedoen, maar ik heb mijn telefoon. Ik doe wel mee met mijn voeten. Op je been. Oh. Oh. Oh.
Oh, joh. Hij was echt tof. Ja, was echt leuk. Gaan ze allemaal nog een keer springen. Nee. Oké, mensen, dat was de dive show zoals jullie hebben kunnen zien. En hij was echt heel gaaf. Alleen we gaan nu even naar binnen. Wij gaan even in die waterglijbanen. Want dat is eigenlijk gewoon de enige attractie waar ik nooit in ben geweest. En die wil ik eigenlijk best wel een keer doen. Want ik heb gehoord van verschillende mensen dat je binnen, dat je in die dichte helemaal nat wordt. Dus ja, en dan wil ik het ook zelf met mijn eigen ogen meemaken. Dus ja, ik ga proberen daarin te filmen. Dus ja, check jullie zo. Toen starten. Oké. Oké, mensen, we hebben net zojuist een paar attracties gedaan. Onder andere Doos Express en echt deze zorg. Nee. En nu staan we in de wachtrij voor de fucking draaimolen. En Danny. Hoi. Abonneer even allemaal op zanger Danny Kuipers. Hij is echt een legend, jongen. Ja, zeker. Ik hou de rollig ook van. Wat? Fantasie Rides. De belevenis op YouTube. Zeg maar zelf. Fantasie Rides, de belevenis op YouTube. Ja, we mogen nu in de attractie. Dus we mogen nu achterin. Ik zie jullie zo meteen. Oké, mensen, daar zijn we weer. En ik moet zeggen, dit waren toch wel de beste 2,5 minuten van mijn leven. Echt waar, ik heb het nooit zo erg genoten. Ja, dat komt wel goed. Dit waren echt de beste 2,5 minuut. Hey, dat is nieuw. Dit waren echt de beste minuten van mijn leven. Ja, letterlijk 2,5 minuut gewoon te ronddraaien. En Wesley is ook nog steeds. En we lopen inmiddels met een redelijk grote groep nu. Ja. Met grote groep in Toverland. Hey. Nieuwe show. Met de ergste groep in Toverland. Hey. Ik ga hier door. Waarschijnlijk is dat echt een kut idee, maar goed. Wat ga je doen? Ik ga hier door lopen. Je wordt echt kut, hè? Oh nee, ik moet rennen. Blij dat je hier bent. Goed zo. Blij dat je hier bent. Oh mijn god. Oh. Ja, die kunnen goed zien. Oké, dit is content, dus dit mag ik niet erop zetten. Want... Oké, ik zie jullie zo. We gaan naar de Twijfelwind. Oké, mensen, we hebben zojuist de Twijfelwind gehad en het was echt leuk, het was goed. Even nog even vuren. En ja, het was echt een leuk baantje. Het blijft een leuk baantje, dus ja, we gaan nu door naar de Phoenix. Ja, natuurlijk wel. Ja, na de Phoenix wel meteen de bootjes en hebben we dat ook al verstrekt. De bootjes, Merlin's Quest. En ja, voor de rest is het best wel leuk. Ja, en, het is een super leuke dag, alleen het is oprecht echt heel warm. Ja, het is trouwens, shout-out naar de park. Die hebben best wel mooie attracties, shout-out. Ja. Ik moet even zeggen, ja, de Phoenix, topbaan, goede 5G krachten. Ja, we gaan nu de Phoenix in. Ik moet zeggen, best wel.
Ik heb niet gefilmd in de Phoenix, want ja, dat ging helaas niet. Het ging niet omdat Wesley zijn telefoon vast had. Dus, ik weet niet of jullie de Phoenix onderdeel gaan. Ik weet niet of jullie één keer zijn geweest. Nou, dus we gaan mooi de Phoenix in en ik zie jullie zo meteen. En dat is natuurlijk bij de of na de Phoenix. Dus ik zou zeggen tot zo meteen mensen. Mensen, daar heb je de Phoenix en een van de beste achtbanen uit het park. En de allereerste. Die gaat 96, ja. Nee, 95. Deze gaat 95 km per uur. Oh mijn god. Abonneer even op Fantastische Avonturen, Fantasiereis Avonturen op YouTube. Ja, en Phoenix, allereerste over de kopachtbaan van het park. En ik moet zeggen, ja. Ik moet zeggen. Of als je natuurlijk de schommelschip meetelde. Ja. Dus heb je het ongeluk nog nooit gezien naar dat ding te haag? Nee. Dus, Oké mensen, ik ben weer terug. Ik heb weer even wat gekocht, namelijk dit. Maar jullie, ja, wat erin zit, dat weten jullie niet. Maar ik kan zeggen, het is een. Ja, ik weet niet of ik het echt een limited edition kan zeggen, maar. Het is limited edition, maar ze worden nu gewoon verkocht. Nee, het is een shirt van Troy van 15 jaar en ja, ik vond hem zo gaaf dat ik hem moest kopen, dus ja. Maar ja, jullie gaan hem gewoon zien in een van mijn video's of zo en ja, ik zou zeggen, dankjewel. Ja, het is leuk om je even kennis te maken. Ja, jij ook. En, Oké mensen, wat ik dus zei, ja, dat shirt zullen jullie in een van mijn video's wel een keer zien of zo. En ik vond hem zo gruwelijk dat ik hem echt goed heb. Dus ik check jullie straat door zo meteen weer of zo, weet ik het. Dus zie jullie straks alweer een keer. Oké mensen, ik zit nu momenteel aan het ijs en bij deze is ook de afsluiting van de vlog. En ik wil jullie echt hartstikke bedanken voor het kijken van deze vlog. Ik hoop dat jullie dit een beetje een leuke vlog vinden. Dat ik heb niet veel attracties gefilmd. Maar dat komt ook, ja, er valt hier weinig te filmen. Dat vind ik eigenlijk ook wel een beetje jammer, zeg maar. Dus ik wil jullie allemaal wel hartstikke bedanken. Dus tot de volgende keer maar even. Tot bij de volgende video. Later. Uit zijn rijk. Een van hen was Odysseus, heerser over het eiland Ithaca. De soldaten maakten hun schepen gereed en vertrokken richting Troje.
En al bij de poorten van Troje aangekomen, probeerde het Griekse leger de stad te veroveren. Maar helaas met kracht lukte het niet de Trojanen te verslaan. Er volgde een hevige strijd die jaren zou duren. Blijf je er nog 10? Nee, tot 9. Ja, maar 10 is Port Laguna nog hoog, hè? Best. Ja, Port Laguna deed je dan, hè? Dat is ook waar we zijn. Gewoon wat drinken en zo. Ja, anders... als ik jou niet meer zie tot 10 uur, dan was fijne dag, hè? Ja, hey. Thanks, maat. Houdoe. Hey, Dirk. Wil jij dat filmpje door? Wat? Wil jij dat filmpje door van de expeditie, toch? Yo, it's good. Hey, where's he? Zich verstopte. De Trojanen dachten dat het een geschenk was en brachten het binnen hun stadsmuren. Maar toen de nacht viel, kropen de soldaten uit het paard en bestormden de stad. Ik kan het niet.